terwijl ons nog praat van die wereldse mensen. Die oom sê, hy koop daar een plaas bij, daar in de Makkoland. Nou kijk, die plaas is verschrikkelijk groot. Doet oom hulle gisteren daar vertel van die half schapen, half mensen, hectare. Ja, ja. Hij zei, nou stap hij die nieuwe plaas wat hij gekoop het deur. Want hij was nog bij je tijd. En hij stap, maar niemand heeft hem gezegd dat die season treinspoor loopt over die plaas. En zo kom je nog net zo uit een lichtetje op een randje uit een toy. Hoe opkomt hij op die treinspoor? Nou kan ik nog maar opstaan. En hij staat nu, toen je nou op die treinspoor komt, toen kijk je die treinspoor die kant toe. En die kant toe. En ik denk, maar wat zit de lang leraar nou hier? En die tijd, toen kwam haar een trein door uit die verte uit aan. En hij kijk die ding wat nou zo al groter wordt hier naar hem toe. En ik denk, niet maar wat, hij was nou eerst hier gestaan. Hij staat nog net hier. Maar toen die trein hem nou nader kwam, toen zien hij. Die perd is aan te groot voor hem. En toen zie je die trein ook een vlijt. Een lang vlijt. En hij op die laatste oomblik spring hij die pad uit. Maar die trein stamp hem aan zijn enkel raak. En hij leed daar aan die gras en die trein is daar weggeraakt. En hij staat op, nou dunke en hij vreewe die mank zeer been. En hij nou gestapt en hij... Met die man ben, hij kom bij jou man aan wat nou zo'n schermpje, jou veewachter. En hij gaat zitten daar bij die en die nou goedjes daar, maakt nou korsetjes daar bij vier. En hij vrijwe die binnen. Onder andere die ook nou een ketelje. Met water ook, want hij wil nou koffie maken. En terwijl hij nou zo zit toe, kook die water en die ketelje vlijt nou hier door zijn tijd. En die ou vlie op en die ou trap die ketel daar. En die ou man sê, wat maak jy nou man? Hy sê, jong, vir hulle moet jy m*** so lang hulle klein is.